Een betere nachtrust met voedingsmiddelen die rijk zijn aan melanine. Een betere nachtrust met voedingsmiddelen die rijk zijn aan melanine. Deze voedingsmiddelen helpen je niet alleen om beter te slapen dankzij het melanine dat ze bevatten, maar ook dankzij de vele andere voedingsstoffen die ze bevatten. Ze stellen ons in staat om ons circadiaan ritme te optimaliseren en stress tegen te gaan. Melanine is een hormoon dat ons lichaam van nature zelf aanmaakt. De functies van dit hormoon zijn belangrijk voor ons lichamelijk en mentaal welzijn. Melanine is bovendien verbonden aan de controle over ons circadiaan ritme. Dit ritme bereidt ons lichaam voor op activiteiten als slapen. Naast andere dingen, draagt melanine bij aan het neuroendocrine en het neurofysiologisch proces en het immuunsysteem. Deze zijn essentieel om bij te dragen aan de verschillende vitale taken die het lichaam uitvoert. De productie ervan vindt echter alleen 's nachts plaats. Wanneer de productie van dit hormoon dus wordt verstoord, kan niemand last krijgen van slaapproblemen of moeite met het verkrijgen van de rust die het lichaam nodig heeft om te herstellen. Daarom is het belangrijk om er tegelijkertijd voor te zorgen dat je ook via je dieet melanine binnenkrijgt, en dus om gebruik te maken van bepaalde voedingsmiddelen die grote hoeveelheden van dit hormoon bevatten. In dit artikel delen we daarom wat de 9 beste voedingsmiddelen zijn om beter te slapen. Laat ze dus niet aan je voorbij gaan. Een betere nachtrust met deze voedingsmiddelen die veel melanine bevatten. 1. Uien zijn rijk aan essentiële voedingsstoffen die de aanmaak van melanine bevorderen. Ze bevatten vitaminen, mineralen en aminozuren. Wanneer deze voedingsstoffen door het lichaam geabsorbeerd worden, vergemakkelijken ze de regulatie van je circadiaan ritme. Het regelmatig consumeren van uien bevordert de eliminatie van gifstoffen uit het lichaam. Daarnaast helpt dit bolgewas om opgeblazenheid en vochtretentie tegen te gaan. Asperges worden aangeraden als natuurlijk middel om slapeloosheid tegen te gaan. Dit komt doordat deze groente aminozuren als tryptofaan bevat. Deze voedingsstof helpt om de uitscheiding van melanine gedurende de nacht te bevorderen, wat de sleutel is tot een betere nachtrust. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat asperges boordevol vitamine C, foliumzuur en essentiële mineralen zitten die het immuunsysteem versterken. Dankzij het vezelgehalte is deze groente ook ideaal om de stoelgang te verbeteren en constipatie te voorkomen. Bananen vlak voor het slapen gaan. Bananen eten, is een van de oudste middeltjes tegen slapeloosheid. Bananen voorzien het lichaam van melanine, de stof die slaap opwekt in het lichaam. Bovendien is deze vrucht een bron van tryptofaan en essentiële mineralen die kramp in de spieren gedurende de nacht kunnen voorkomen. Kersen zijn een van de meest aanbevolen voedingsmiddelen om de slaapkwaliteit te bevorderen. Ze voorzien het lichaam van vitamine A, C en E. Vitaminen die een antioxidant effect hebben en de negatieve gevolgen van stress verminderen. Kersen zijn een natuurlijke bron van melanine en bevatten tevens essentiële mineralen die de spieren helpen te ontspannen. Noten en gedroogd fruit bevatten omega-3 vetzuren, een gezonde vetsoort die ontsteking,
slecht cholesterol en andere problemen met het cardiovasculaire systeem tegengaat. Ze bevatten kleine hoeveelheden melanine en aminozuren, die samen de slaapkwaliteit kunnen verbeteren. Desalniettemin zou je er niet te veel van moeten eten, aangezien noten vrij calorierijk zijn. Gember is een specerij die ontstekingsremmende en antioxidante eigenschappen heeft. Het is ideaal om de gevolgen van vrije radicalen te beperken. De natuurlijke oliën en gingerol die gember bevat, beschermen lichaamcellen tegen schadelijke factoren uit de omgeving. Daarnaast bevordert de consumptie van gember de aanmaak van melanine en heeft deze specerij een ontspannende werking, wat goed is om slapeloosheid tegen te gaan. Zilvervliesrijst. Zilvervliesrijst is een bron van koolhydraten en natuurlijke vezels die het lichaam helpen om calorieën te verbranden en gewicht te verliezen. Dit voedingsmiddel, dat tevens een belangrijke bron van B-complex vitamines is, is ideaal om de spieren, het cardiovasculaire systeem en de hersenen te beschermen. De consumptie ervan, met name tijdens de lunch of bij het avondeten, zorgt ervoor dat je dieet iets meer melanine bevat en daardoor dat je beter slaapt. Haver zit vol essentiële voedingsstoffen die gunstig zijn voor het lichaam. Geloof het of niet, maar haver wordt gezien als de meest complete graansoort. Het voorziet het lichaam van een grote hoeveelheid tryptofaan en aminozuren die de aanmaak van melanine bevorderen. Daarnaast helpt het ook om de spijsvertering te verbeteren, de cardiovasculaire gezondheid te beschermen, angst onder controle te houden, de functies van het centrale zenuwstelsel te verbeteren. Het lichaamsgewicht in balans te houden. Ananas bevat enzymen en essentiële mineralen die helpen om het circadiaan ritme te reguleren en de slaap te bevorderen om zo het lichaam te ondersteunen. Deze vrucht zorgt ervoor dat de gehalte serotonine en melanine in balans worden gehouden, waardoor het lichaam beter in staat is om te ontspannen en je daardoor beter kunt slapen. Neem jij deze voedingsmiddelen al regelmatig op in je dieet? Nu je weet hoe goed ze zijn om de nachtrust te bevorderen, zou het verstandig zijn om ze regelmatig te consumeren en te profiteren van hun geweldige eigenschappen.